Gefeliciteerd. Oh, je is zo cute. Gaan we eerst aankleden of ga je eerst naar je cadeautje toe? Aankleden. Echt waar? Oké. Okay. Ja, lopen we naar de blauwe kamer. Dat denk ik wel. Wat is dat? Dezelfde fiets als bij papa. Hij lijkt er wel veel op, hè? Maar niet zo. Zo is het. Nee, ja. Maar dat had je eigenlijk zelf uitgekozen, maar bij papa had je dezelfde, hè? Pas je er wel op? En die zelf. Nee, het is net allemaal de kleurtjes. Hè. Die van papa die is donkerroze. Die doet met de beetje. Oh, ik zie, je kan wel niet met je voetje ernaast, maar we moeten nog ietsjes lager maken, denk ik. En we moeten zo trappen. Niet zo moet je trappen, hè. Helemaal goed. Ben je er blij mee? Ja. Krijg je een kusje? Krijg je een kusje dan? Wat zeg je dan als je een cadeautje krijgt? Dank je wel. Goed zo. Maar dit komt weer vanavond pas, hè? Vanavond? Ja, is het dan vanavond. Voor het avondeten. Jij hebt toch ook een banaan op je kamer? Oh. Zullen we ze nu even gewoon in de groene kamer zetten? Dat vind ik wel gezellig. Ja, ik wil deze vasthouden. Oké. Wil je twee bananen vasthouden? Nou, dat is wel heel lief. En gaan we vanmiddag nog, zullen we dan nog even foto's ervan maken? In de tuin. Ja, je kan je ook je hoofd erin doen. Super cool. Daar staat, gefeliciteerd met je verjaardag en veel plezier. Fijne verjaardag, oma Jaap en tante Els. Het is de zus van oma Karin. Dat is lief. Deze brief is ook niet allemaal gebeurd. Nee. Maar welke is nog voor die. En die. En ik denk dat er de rest vanmiddag komt. Er kwamen nog meer kaartjes aan. Is er ook een boek of iets voor mij gekregen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb nog niet gekeken. Op jouw verjaardag krijg je ook een kaart en met je diploma's kreeg je een kaart. Wow! Wat is dat voor een mooie kaart? Wauw! Wat staat hier? Lieve Brooke, van harte gefeliciteerd met je 5e verjaardag. Wat jammer dat we niet kunnen komen. Wel een fijne dag met elkaar. Lieve groet en kusjes, oma de Vormer. Is dit nou een... Ik wil weten of er iets voor mij is. Liefst is er niks voor jou, dus jij bent niet jarig. Maar Brooke had nog een kaartje, hè? Oh, ik zocht die. Je zocht die. Ik ben wel benieuwd. Ik zie een olifant, denk ik. Is het een olifant? Ja, ik zie bijna een olifant. Het is een olifant! Wow! Kijk. En wat zit er allemaal aan? Wow. Wat staat er? Zo, dat is klein geschreven hoor. Kijk, zie je kamer zitten? Nee, ik vind het mooier hier. Kamer zie je hier zitten, dat kan ook. Cool zeg. Dan ben je toch wel echt jarig dan, hè? Want ik weet echt niet wat ik kan doen. Nee, dat snap ik wel. We gaan eens even wat verzinnen. Eens kijken, wat gebeurde er nou? Ik weet hier op. Ik wil kijken in de spiegel. Mag, doe eens even je mondje open dan. Kijk nou eens. Ik ga een foto maken om je. Oké. Nou, we zijn weer bekomen van de schrik. En we hebben alles opgeruimd voor het avondeten, voor het middageten. En ze hebben nu wat gevonden in de knutselkist wat ik van de week heb gehaald bij de... Je maakt je eigen sneeuw. Kleisnapper. Oeh. Ja, ik heb een wat de heck was dat? Een korreltje. Auw. Oh. Wat is mijn hoofd? Au. Wat goed is er? Ik had hier dat ik echt geraakt werd door een van de pinaise of zo, maar goed, oké. Misschien van de kast. Misschien. Laat maar eens zien. Dus dat was een bakje. Dus ja, en dit zat er in.
En met het schaaltje maakt je eigen spionnetjes. We mogen even wachten, hè? Want de verpakking hadden ze. Hallo. Want de verpakking hebben ze dus geloof ik om 11 uur of zo al open gemaakt. Ja, Logan moest eerst zijn huiswerk afmaken. Wat ben je daar aan het sjouwen? Het schaal moet open. Nee, ga eerst eens lezen wat er aan de hand is. Ik zeg net dat je moet hem niet pakken. Ik zal eens kijken, dit is de bedoeling. Maak je eigen sneeuw. Vul het potje met een beetje sneeuwpoeder en voeg langzaam water toe. Meng het met een lepel tot je de gewenste textuur krijgt. Oké, je moet hier nog openmaken. En jij mag het er ook in gieten. Cool. Mag ik het ook ingieten? Ja. Ga eens kijken. Dit was, ik ga zeggen, 90 cent. Hallo, pas op dat het niet over aan het verschieten. Jij moet het. 90 cent bij de prijsmapper. Ik ben een jarige Job, kijk. En ik ben 5 voor de dag, dat is 5. Ja, je bent een jarige Jet. Job is een jongetje. Jij bent een meisje. Dus je bent een jarige? Job. Yes. Ja. 5. Nou, doe het er maar even overheen. Alles. Klein beetje. Oh, maar dat is wel genoeg. Kijk, dit spul. Daar doe je dan een heel klein beetje water overheen. Zou het ook op tafel gaan werken? Waarom doe ik het op tafel? Ik heb een meeste. Kijk. Ik heb een vrieste. Dit is gewoon te veel water, maar goed, kijk. Het zet echt helemaal uit. Ja, maar kijk, hier is er bij. Kijk, dan lijkt het net als een ei. Dan moet je denk ik nog wat meer sneeuw. En bij jou is het sneeuw geworden. Moet je er wat meer van de zout bij doen dan? Oh, die heb je het al. Kijk. Oh, dit voelt echt raar aan, man. Wat moet ik voelen? Echt voelen? Oh. Dit voelt super raar aan. Het blijft op wat aan. Wat dit zeep doen? Ja, ik denk dat we maar even moeten bewaren. Want anders je wachtje is het al bijna helemaal vol. Ja, mijn bakje ook. Maar ik wil nog een klein beetje. Heel klein beetje, want dan heb je ook nog een beetje nat. Dat kan wel. Heel klein beetje. Ja, dat is wel genoeg. Laten we het erheen mengen. Nu nog water mee. Nee, niet meer water, want het is al heel nat. Ik heb echt maar heel weinig water daarvoor nodig. Kijk, zo kan je. Nee. Het voelt nu echt heel raar in mijn buisslijn. Want iemand wil nog het sneeuw, want iemand wil nog het sneeuw. Dan heb ik sneeuw. Het is een beetje, het is net geen zand. Dit is sneeuw, dat lijkt... Heel zacht zand is het. Mag ik dit er even tussen gooien? Nee, je moet het er niet tussen gooien, schatje. Het wordt veel te veel. Dit gaan we bewaren. Totdat als we deze weg moeten gooien, dan kan je nog een potje maken. Het cadeautje is van Fleur en van Mees en van Sloane. Ja. Oh, dit is zo leuk. Mijn! Wat is dat? Je kan Elsa van die slime. Het is niet slime, het is... Zandfun. Het is sparkling zandfun. Oh, daar kan je alles is lekker. Zand. Mag in jouw kamer, want het is jouw ding. Nou, we laten hem gewoon beneden, want het is zand. Ja, als papa maar het is van Frozen en dan kan je het voelen. Zie je? Is papa niet. Maar ik kan het niet nu voelen. Nee, we gaan die pannenkoek eten. Ja. Vind je het leuk? Ja. Wat zeg je dan? Dankjewel, papa. Nee, dankjewel, Logan, Fleur en Mees. Want wij hebben het aan je gegeven. Het is zand voor binnen. Speelzand.
En dan kan je, net als met klei, maar dan is het... Maar dan zit maar de zin in binnen. Dit mag je binnen doen. Deze mag je binnen doen. Deze. Zandbak. Ja. Cool, hè? Dit is echt wel een mega groot iets. Dit is van mij. Kijk, zie je? Bijna. Bijna. Hou, hou. Ik maak een boom. Jongens, we gaan ook een deken. Ik heb er allemaal stikken. Jij bent niet jarig. Ik snap, als jij jarig bent, ga ik uit. Eerst ben ik jarig. Ik ben een leeftijd. Ik ben dood, joh. Wat een dood, joh. Wil iemand me helpen? Laat hem maar zelf openmaken. Jongens, 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 laat hem eens zelf openmaken. Nee, het is. Laat ik dit openmaken. Brookie, kijk eens. Oh, kijk. Kijk. Wow, wie is dat? Ik ben mooi oud. Loop en doe eens niet. Mag je eens kijken? Mag je niet. Mag je niet? Lieve Brooke, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij vinden het jammer dat we niet kunnen komen. We zijn blij dat je cadeau al hebt gehad en dat je er fijn mee kan spelen. We hopen je snel weer te komen opzoeken zodat we kunnen spelen. Liefs, opa Hans en oma Karin. Of hij is hele beliefd. Rob de Vaar heeft nog een briefje. Hè? Wow! Kuil. En van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren. Liefst oma Piet en oma Leni. Maar is dat heel duur? Nee, dat is echt heel veel. Maar mag ik dan gewoon van elkaar? Je kan even... We hebben eigen papiertje. Ja, dat mag je dan. Oké, ik heb brief. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Uitgeteld. Oh.